Maar er staat alleen geen prijs bij. Deze zijn wel leuker, die haal ik ook. Ja, ben je van 16 jaar, jongen? Die is wel nieuw volgens mij, die hadden we vorig jaar niet. 153 stuks. Maar jullie zien het zo op locatie wanneer we het gaan afsteken. Ga je maar eerst even afrekenen. Jullie hebben net kunnen zien, jongens, dat we bij de action waren. En ik moet je eerlijk zeggen, bij die ene action waar we waren, waren ze nog bezig met de schappen vullen. Dus alles stond nog in dozen in die karren of zo. Ja. Ja, dus hadden we niks meegenomen. Dus we gingen naar een andere locatie en daar stond het wel. Dat was gewoon in Delft. Dus als jullie deze video zien, in Delft hebben ze al. Als de cameraman mij even wat aangooit, moet je kijken, jongens. Dit pakket al vorig jaar ook. Firefun. Ik moet je zeggen, er stonden dus in Delft nog geen prijzen bij de schappen. Ik weet dat hij niet heel veel voorstelde voor de prijs. Ik weet even niet meer wat de prijs was, man. Ik denk 5, 6 euro denk ik wel. Ja, zoiets. Nee, wel overprijs. Want we waren in totaal 20 euro kwijt. Ja. En ik moet je zeggen, ik heb ook al eerder in de eerdere video's gezegd, Big Bazaar en Action wil ik een beetje vermijden. Omdat ik het vuurwerk niet heel goed vind. Alleen, het is wel altijd grappig om wat mee te doen. Maar ik wil mijn geld even wat besparen voor de Aldi natuurlijk. Want daar gaan we natuurlijk superveel kopen. Kan al binnen een maand, jongens. Want meestal begin december beginnen ze daarmee te verkopen. Maar goed, voor nu, we hebben dit pakketje. Allemaal fonteinen, ja. En hier zit gewoon niks in. Het is gewoon veel te groot. Zeg maar, hier zit gewoon één klein staafje in, weet je. Ik denk dat als al die verkooptrucjes eruit zouden zijn qua hoe het toont, dan is het echt een heel klein pakketje. Ja man, en als we nog even dat tasje filmen. Hier. Hebben we ook een fakkel. Die had ik een aantal jaar geleden ook in de compilatie. Kijk, die waren €2,35 volgens mij. Dat zijn echt fucking klein, gek. Voor 50 stuks, dus kan je nagaan hoe duur dat is. Zullen we even kijken of het nog de oude of de nieuwe is? Ik denk met zakje. Denk je? Ja. Nope. What the fuck? Changed. Deze hadden we volgens mij vorig jaar niet. Of die nieuw is, weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet of het nieuw is, maar we gaan hem even uittesten natuurlijk. Het zijn er 6 stuks in 1 verpakking. Ik heb ze niet eerder gezien, hè. Hier, en dit is een pakje die volgens onze bronnen wel nieuw is. Weet ik niet hoor. Ja, volgens mij was het vroeger gewoon een andere verpakking, want ik ken hem wel. Kan ook. Spacer heet die. 153 stuk zitten erin, nee. Zogenaamd. Maar er zitten ook heel veel komt vanwege dit, hè? Onzin in natuurlijk, inderdaad, hier. Zit er 120 in. 120 knalert. Ja. Ja, dan zit je snel aan die 153. Ja, snap je. Hier. Dus ook dat is weer een beetje overprijsd. Knetterlinten 2 stuks. Zal wel wat langer zijn, hoop ik althans. Ja. Deze. Ja, druk het meteen in, gek. Knetterballetjes. Color Fountain, Star Fountain, nou ja, al met al leuke dingen om even uit te testen. Dus die gaan we ook even afsteken. Oh, wacht, wat ik ook vergeet, zijn grondbloemen. Zo. Groundbloom Flower, 20 stuks, jongen. Ongelooflijk. Gaan we gelijk even afsteken. Let's go. Stoken in gaat beginnen binnen nu en 2 weken. Dus ik hoop dat jullie daar heel veel hype voor zijn. Binnenkort op meer op Instagram. Dus volg Pyroteam Delft even op Instagram. @Pyroteam Delft. En daar zal ik meer bekendmaken. Ook in welke stad we in de eerste aflevering gaan stoken en zo. Dit jaar beginnen we er dus wat later mee. Waardoor iedereen aan kat 1 kan komen. Dus straks van wanneer de Aldi. Straks wanneer de Aldi begint met verkopen. Zijn wij nog steeds bezig met stoken in. Nog meer gekte. Voor nu, we gaan dit even afsteken, man. Waar beginnen we mee? Opruimwagen staat klaar. Maar deze vallen ook gelijk uit elkaar, hè? Ja. Niet te ver gooien, dat is te licht. Jee, oh jee, jee. Poepvuurwerk, man. Maar. Hier, pak eens even. Moeten we nu een fonteintje of zo? Ja, toch? Hier, kom maar, man. Gelijk even neerzetten. Ja, toch. Je trilt, man. Ben je zenuwachtig of zo? Trilt? Zeg jij gek. Hol. Komt wel hoog. Mooi, hè? Stelt heel weinig voor. Kereltje heeft even wat knetterballen bij elkaar gedaan.
Zullen we wel ver wegschieten? Hey. Lukt dat met die plasma? Ja, is gewoon prima. Maar jongen, dat... Oh. Wauw. Zo. Het moment is aangebroken om de firefun te openen. Trek gewoon heel dat ding kapot, joh. Ja, maar het is... Ik ga toch in de fik straks. Ik zal jullie laten zien hoe slecht het is dat dit pakket groot lijkt, maar klein is. Ja, het verkoopt gewoon wel goed, want hoe groter, hoe beter, toch? Ja, maar dit is dit is bij hun het grootste pakket dat je kan kopen, maar moet je kijken. Dit is al sowieso niks, kijk maar. Ja, steek maar aan. Een fantastische fontein, ik ben benieuwd. Oeh. De Blue Lagoon. Nou, is niet echt blue. Oh. Wat staat erop dan? Blue Lagoon. Nou, blauw is het niet inderdaad. Hou maar gewoon in je hand, kan je wel. Het is allemaal een beetje hetzelfde, denk ik. Het is wel een mooi vakhokje, toch? Of niet? Ja, ik zou er niet mee in het voetbalstadion gaan. Heeft iemand geen haar meer? Ja, dat is waar. Deze? Ja, smelt alles weg, gek. Ja, wel raar, man. Omdat je moet hem helemaal openen voordat hij aangaat. Ja, en alsnog zie je dat het oplichterij is. Ja, mooi. Knetterballen erbij. Doe maar. Oh, hey. Die is al uit. Wauw. Even deze open, man. Die knetterlint. Ja, doe maar. Ga maar door. Is dat van Pokémon, man? Ja. Want die knetterlinten vind ik wel lachen. Daarom ben ik ook fan van de Aldi. Veel knetterlinten voor goedkoop. 60 euro, of 60 euro zo. 60 stuks voor... Voor 3? 3, 4 euro. Ja, dat is ook geen geld. Kijk. What the fuck is dit voor pillendoos, man? Moet je kijken. Dat doe ik maar. Wat? ADHD-pillen doe ik erin. Holy shit. Ja, hier, wat de fuck. Hey, joh, man, heb je kauwgom? Ja, hier, pak je knetterlinten. Nou, gast, was dat serieus, het? Serieus, joh. Dude. Maar in, dat is lachen. We vonden het iets te veel pruttelvuurwerk bij elkaar. Dus wat dachten we? We zetten even een paar fonteinen bij elkaar. En wat los vuurwerk. Doen we ons niet na, jongens. Maar we gaan zo meteen met die fakkel. Gaan we wat dingen, wat is dat eigenlijk? Zeker. Testen. Ja, ook gewoon een gaar ding, joh. Mooi fonteintje. Ja. Nah. Wat? Was dat het? Nee. Net al. Maar in ieder geval, we gaan dus zo meteen met die fontein. Joh. Huh? Met die fontein gaan we dus alles afsteken. Meer hoeven we niet, joh. Dan hebben we voor zo meteen nog wat. Want hier hebben we ook nog fonteinen. Ja, gaan we dat doen? Een handfakkel. Voor mij is het niet de bedoeling om hem in je hand te hebben. Maar. Stielhandgranaten. Die van 200 gram heb je van in je hand. Ja, doe maar. Ja, ze staan allemaal aan. Hai. Oei. Hij loopt wel lijp. Lachen, hè? Nou. Oh ja, ja. Snel, snel. Oh joh. Verder, verder, verder. Ze begonnen nog niet. Hey, waar die fakkel wel niet goed voor is, hè? Ja, snap je, hè? Oh. Kut. Yo. Bobble flip challenge. Wow. Oeh. Ja, die was wel gast. Bobble flip challenge, hè? Wacht. Bobbelflip.
Zeker. Mis. Het zit nog vol. Het zit nog vol. Dat is jammer. Hier. Kijk naar de balletjes. Okay. Kijk hoe lang, kijk hoe lekkere lange lint. Nou, dat vind ik wel aantrekkelijk, ja. Check. Hebben we deze opgemaakt? Ja. Ja, die heb jij in dat pakket in het project gegooid. Een heel project. Prachtig. Wauw. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat het even weten in de reacties. En binnenkort gaan jullie meer zien. Waaronder komende zondag zien jullie een stookvideo. Ja, eigenlijk een vuurwerkcompilatie. Nitraten, alles, pijlen. Alles gaan jullie zien. Dus komende zondag om 12 uur een stookvideo. Voor de mensen die, die wat zwaarder vuurwerk willen zien. En bovendien, dit was eigenlijk een soort van aankondigingsvideo voor Stoken In. Want die gaat dus binnenkort van start. En via de Instagram van Pyro Team Delft gaan jullie meer informatie daarover zien. Dus ik zou zeggen, volg allemaal @PyroTeamDelft. En dan zie ik jullie zondag om 12 uur. Later.